Suriname die heeft er drie rotere clubs met de ouderen onder ons in die gemeenschap, maar ook de jongeren. En zij zijn dit weekend dan bij elkaar om zich te buigen over een aantal onderwerpen. En dat allemaal om het werk dat ze in feite doen voor die gemeenschap, om dat allemaal beter te kunnen doen. Vandaar dat ze dan bij elkaar zijn om te brainstormen. Er worden informatiesessies gehouden, er worden presentaties gehouden. Dat allemaal om de leden alleen maar wat meer skills en tools bij te geven. We spraken over deze dag, welke wordt gehouden aan de Verlengde Keizerstraat 88, met Samuel Blankendaal, president Rotary Club of Genesis. En hij vertelt meer over deze dag. Wat doen jullie hier? Vandaag hebben we namelijk een joint retention weekend. En retention is binnen de Rotary en de Rotary. Namelijk het weekend waarbij we bezig zijn met trainingen voor onze leden. En dan gaat het om onder andere, we geven een review van oké, wat zijn de updates van Rotary International, wat zijn nieuwigheden. En dan proberen we op die manier onze leden te trainen. Er zijn verschillende onderwerpen die behandeld zullen worden vandaag. Namelijk bijvoorbeeld conflict management in vrijwilligersorganisaties. Hoe besteed je je tijd in vrijwilligersorganisaties? Commitment en engagement. We gaan na van welke rol heeft Rotary, een vrijwilligersorganisatie, in je personal life. We gaan na bijvoorbeeld we doen een teambuilding. En dat zijn eigenlijk heel wat zaken die we dit weekend doen. Deze twee dagen. En met hoeveel mensen zitten jullie hier dus? Het gaat om drie clubs. Er zijn drie clubs in Suriname, drie Rotary clubs. Paramaribo, Fresh, Genesis. Ik ben de president van Genesis. En we hebben om en bij 60 man die deze twee dagen vanuit alle drie clubs zullen participeren. En wat is de bedoeling? Wat gaan jullie doen met de informatie die dan is verstrekt? Nou, als we die informatie krijgen, dan proberen we op die manier het niveau en de kwaliteit van de leden omhoog te krijgen. Als de kwaliteit van de leden omhoog gaat, kunnen we dat weer vertalen in de samenleving, doordat we professionele projecten doen. We kunnen bijvoorbeeld beter omgaan met elkaar, want je hebt een vrijwilligersorganisatie. Sommige mensen zeggen, ik word niet voor betaald, dus ik ben niet verplicht. Dus zulke trainingen proberen we eigenlijk de mensen bewuster te maken. En eigenlijk aan het eind van het jaar gaan we zien van, oké, wat is er overgehouden? Of hoe gaan we mee om met de informatie van dit weekend? Hoe kunnen we het toepassen gedurende het jaar? En de internationale en of de moederorganisatie, welke onderwerpen hebben ze jullie dit jaar meegegeven? Dit jaar is een van de facilitators de heer Dirk Curry. Hij heeft zojuist al een presentatie gegeven over de Rotary en Rotary. Om een beetje daarover te praten van dat we dichter bij elkaar komen. Want de Rotary is tussen 18 en 30 jaar. De Rotary zijn meestal de oudere heren. En soms is er een beetje een gap. Dus hij heeft een beetje daarover gesproken van hoe ziet de Rotary er, hoe ziet de Rotary het. Hij heeft later weer een presentatie waar hij gaat praten over de rol. Als ik het goed heb, gaat hij daarover praten. De rol van een vrijwilligersorganisatie in je personal life. En een van de andere facilitators is de heer Rick Sudama. Je hebt ook Marciano Lia Jong. En morgen hebben we Jean-Luc van Charante. En als extra gast hebben we dit weekend ook de SDG Youth Ambassadors. Kunt u staven, met als een voorbeeld, want u bent zelf president, hoe zo'n dergelijke weekend zelf heeft bijgedragen aan de groei bij u? De vorige jaren hebben de clubs het gewoon gehouden, individueel. Dit jaar hebben we het samen gedaan. Mm-hmm. En elk jaar is het goed om weer door het huishoudelijk reglement te gaan, om bijvoorbeeld de roles en responsibilities te behandelen. Van dit wordt van je verwacht en dit moet. En wij verwachten dit weer terug van jou. Dus de omgekeerde situatie win-win. En tegelijkertijd ook van hoe worden projecten getrokken? Welke zijn zaken, conflict situaties die ze kunnen voorkomen? Hoe ga je daarmee om? Want de uitdaging is eigenlijk om te werken met mijn club in 25 man. Met 25 meningen. Dat is eigenlijk de uitdaging. Ieder heeft de beste bedoelingen. En allemaal 25 mensen willen het soms op zijn manier doen. Allemaal hebben het succes wel voor ogen. En dan is dat de manier van hoe je daarmee omgaat. En het heeft bij mij gewerkt om door dit proces heen te gaan. Ik ben pas president vanaf 1 juli. Tot 30 juni ben ik de president. En ik ben blij dat ik bepaalde zaken al heb, trainingen al heb meegemaakt om daarmee om te gaan. En hoeveel personen, hoeveel leden heeft u zelf meegebracht? Hoe bedoelt u? U bent er alleen hier namens Genesis? Nee, dus
alle drie clubs hebben hun leden gestuurd. Ja, dat vroeg ik. Ja. U bent dus als president aanwezig. Heeft u ook nog andere leden meegebracht? Ja. Vanuit Genesis zijn er om en bij 20 leden. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen rond de 20, 25 per club zijn er. Dus, en behalve de mensen die zelf al fellow zijn, hebben we ook wat gasten erbij die namelijk ook meedoen, want ze zijn geïnteresseerd, ze zijn naar enkele meetings gekomen en we zeggen van oké, is goed als we zo'n training aan het begin van het jaar direct aan hun doorgeven, zodat ze eigenlijk direct de basiskennis hebben, want anders gaan ze misschien moeten wachten tot later in het jaar, maar de timing was diende ervoor dat ze nu vandaag ook aanwezig kunnen zijn. Is het duidelijk genoeg voor jullie of zegt u dat wanneer dit voorbij is, jullie als club weer bij elkaar komen om nog even te fine-tunen? Ja, we gaan zeker fine-tunen, want het is zo, vandaag krijgen we de informatie. Je gaat naar huis, we gaan daar verwerken en dan gaan we evalueren en kijken van oké, dit zijn enkele onderwerpen waar we weer dieper op in moeten gaan, of het zijn onderwerpen waarbij we zeggen van nee, niet dat ieder van de club kon aanwezig zijn, dus we zullen vragen om dat individueel in een kleiner verband te doen. Zodat eigenlijk ieder op één lijn is en één hoogte, want in de drie clubs heb je ook veel nieuwe mensen en het is goed als de informatie globaal dan naar heel Rotary Suriname wordt gedistribueerd. En het werk dat uw club zelf nog dit jaar allemaal heeft gedaan? Wel, we hebben op schema een diabetesproject, dat is in november, waarbij we op scholen zullen bezig zijn met informatiesessies en een kleine beurs houden op scholen. We hebben verder ook nog een project waarbij we een ART-project voor mensen met eigenlijk een beperking die in de gelegenheid stellen om middels ART een kunstexpo te organiseren. We hebben verder finance-projecten, want we zijn een vrijwilligersorganisatie. We zijn afhankelijk van donoren of eigen finance projecten die we organiseren. Dus die hebben we ook op schema, waaronder een outdoor movie night. We hebben professional development, waarbij we bezig zijn met onze eigen leden, zoals dit weekend. Maar in oktober, op World Teachers Day, gaan we in samenwerking met een andere organisatie een project organiseren voor leerkrachten, zodat die eigenlijk de nodige skills weer krijgen. Dus we zijn op verschillende gebieden bezig. Internationaal niveau zijn we ook bezig om partnerschappen aan te gaan. Wij leren van andere groepen in het buitenland, zij leren van ons. En tegelijkertijd, los van het op Rotary niveau, als je een Rotary club in het buitenland hebt, want je hebt zeker 7600 clubs wereldwijd, dan kan je die persoon ook benaderen van oké, ik ben een Rotary actor, ik heb een beurs naar China. Wat kan ik verwachten daar van China? Dus op dat niveau kan je ook wel de communicatie doen via international service. Dus het is niet alleen maar hard werken voor jezelf, maar ook hard werken voor de gemeenschap. En als persoon groei je steeds en je ziet van oké, meneer Curry gaf in die sessie van morgen ook aan van zo'n organisatie is altijd goed om in te zijn, want dit is een deel van wat je op de werkplek gaat meemaken, om met verschillende mensen te werken. Het kan voorkomen dat je een presentatie hebt voorbereid, helemaal top, en de club wijst het af. Jij gaat teleurgesteld naar huis en zulke trainingen nu helpen je ook om daarmee om te gaan. En hetzelfde kan je ook tegenkomen in je werk. Je hebt een PowerPoint in elkaar gezet en de directeur zegt van nee, wat je daar hebt gepresenteerd, ik voel het niet. En dan ga je dan gebroken naar huis. Maar als je nu eigenlijk al een beetje die feeling kan krijgen van wat je in de praktijk kan ervaren, dan is zo'n organisatie zeker wel goed om je aan te sluiten. De fietser Soro Sokasmo, 61 jaar oud, is op donderdag na te zijn aangereden door een bestelbusje in het ziekenhuis overleden. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Kokoslaan en de weg naar Maretrette tussen een bestelbusje en de fietser. De politie trof de autobestuurder en het slachtoffer Kasmo, die niet aanspreekbaar was, aan op de plek. De autobestuurder heeft bij beschrijving van een rechtse bocht richting de Citruslaan geen voorrang verleend aan de fietser. Per ambulance werd het slachtoffer afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij kort na aankomst het leven liet. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het OM voor obductie in beslag genomen. De 21-jarige autobestuurder Lee L. bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd aangehouden en na afstemming met het OM in verzekering gesteld, meldde politie Public Relations.